Welkom bij een nieuwe video. En dit is de video van de Jan van Haasteren puzzel. WK Vrouwenvoetbal, de Blokker Special. 1000 stukjes. En zo leuk, ik heb toevallig hier ook een andere puzzel. Is ook een Blokker Special. En je ziet de reclame van Blokker. Ja, het zijn puzzels van Jumbo, die zijn uitgegeven door andere partijen. En met de oude nummering begonnen die nummers altijd met een 8. En hier zie je 81671, dat is ook het nummer van deze puzzel. Nieuwe nummering, daar zit ook een 8 in de nummering, maar die nummers die zijn wat langer. En ja, je ziet hier, dit is een uitgave van een andere puzzel, een copycat eigenlijk van de puzzel 19091. Ook WK Vrouwenvoetbal. En het enige verschil is dan dat hier Blokker op staat op een reclamebord. Voor de rest is de tekening helemaal hetzelfde. En de puzzeldoos die is wat anders, de Blokker Special dan. Mooie oranje doos. Er zijn wel meerdere oranje dozen verschenen. En tekenaar is Jan van Haasteren. En ja, wat kunnen we hier nog meer over vertellen? Dat kun je trouwens zien aan deze onder JOH, Johannes van Haasteren. Dat is altijd Jan van Haasteren, de tekenaar. Als er iemand van de Jan van Haasteren studio is, staat de JVH. En ter ere van het WK Vrouwenvoetbal in 2019 is deze ook uitgebracht. En toen de tijd werd het 8e WK Vrouwenvoetbal in Frankrijk gehouden, 2019. 24 landen namen daar aan deel. En zoals heel vaak wint Amerika daar. Nederland werd een mooie tweede plek en Zweden die werd derde. Ik ga deze maken, de Blokker Special. Ik heb hem überhaupt nog niet gemaakt, het WK Vrouwenvoetbal. Maar ik ga hem maken in de variant van Blokker.